Handboogschieten in Haaksbergen. Wat laten jullie zien hier? Wat is hier vandaag? Vandaag is hier een officiële A-status Vita. Vita houdt in dat je 4 afstanden schiet. Een grote wedstrijd die eigenlijk wereldwijd wordt geschoten. Is dit een competitieverband? Dit is een competitieverband. Alleen ja, hier zie je nou wat meer breedtespotters. Maar er kunnen ook dus topspotters op afkomen. Ja, iedereen kan hier meedoen. We komen uit Emmen. We zijn met 7 mensen uit Emmen om hier een lekkere dag te schieten. Hoe bent u gezeld geraakt binnen de handboogschutterij? Eigenlijk via Centerparks. En dat is alweer bijna 25 jaar geleden. Dat deed voor plezier en de ene keer per avond en dat vond je zo leuk? Ja, inderdaad. En als je daarmee verslaafd raakt, ga je er nooit weer vanaf. Wie zijn hier vandaag allemaal aan de stad gekomen? Ik heb sowieso 3 Belgen hier aan de stad. Ik heb een Schot aan de stad. En de rest komt her en der uit Nederland, Emmen, Den Haag. Allemaal dichtbij en ver weg. Nou, hij is in niet zo belangrijk, maar ik ben goed bezig om lekkere scoren neer te zetten. En op zich is dat wel belangrijk. Hoe doet het heel team eigenlijk? Want je zegt net met 7 man. Nou, ons jongste jeugdlid die staat hier. En die heeft de dag van alleen. Die schiet zo geweldig. Dat is niet normaal. Dus jullie gaan met een goed gevoel naar huis? Absoluut. Hoe vaak organiseert de schutterij dit? Dit is nou... Nou, 1 keer in het jaar organiseren wij dit soort wedstrijden. Dit is nou de 13e of de 14e, daar wil ik even vanaf zijn. Die op jaarbasis worden gespeeld? Één keer per jaar hebben wij. Maar ik bedoel, we hebben al 13 of 14 jaar hebben wij al een Vita georganiseerd. Ja. Zijn er meer wedstrijden die je organiseren? De indoor competitie hebben we dan ook nog. Dat is meestal in oktober. Het derde weekend van oktober, dan hebben we de indoor wedstrijden. Dit is het enige buitenprogramma? Dit is het enige buitenprogramma, ja. Tot nu toe nog wel. Dus in de toekomst zitten wij nog wel aan wat anders te denken.